Welkom bij les 2 van Flip the Classroom. In deze les ga ik jullie laten zien wat een technische illustratie is en dat er verschillende manieren zijn om deze te maken. Een technische illustratie is eigenlijk het belangrijkste wat je zou moeten leren als e-power om met Illustrator te leren. Illustrator is natuurlijk ook echt een illustratieprogramma, de naam zegt het al, om logo's te maken enzovoort. Maar een productontwerper zal heel vaak deze manier van illustreren gebruiken om iets duidelijk te maken op een productposter. Ik heb even een aantal voorbeelden voor het gemak neergezet op deze pagina. Hier zie je verschillende manieren waarop je een technische illustratie zou kunnen maken. Hier zien jullie een render van een matrijs. Daar kan je natuurlijk een technische illustratie van maken. Je kan het altijd met renderingen doen, dus dat je hem dan bijvoorbeeld overtrekt. Wat ook een hele goede manier is, is een technische tekening gebruiken als onderligger voor een technische illustratie. Technische tekening ziet er natuurlijk wat technisch uit. Er zitten allerlei details in die je misschien niet nodig hebt, terwijl dat je wel wil laten zien hoe iets in elkaar zit. Nou, op dat moment zou je ook Illustrator heel goed kunnen gebruiken om delen over te trekken. Dan hebben we hier in perspectief een profiel waar dan bouten en moeren in zitten. Je ziet ook dat er bijvoorbeeld pijltjes in aangegeven zijn. Dat is nou ook zoiets wat je echt heel makkelijk met Illustrator zou kunnen doen. Je kan heel makkelijk pijlen maken, tekst erbij zetten, beweging laten zien en dan ondertussen wel een gestileerde vorm afbeelden in plaats van een afbeelding waar het materiaal in te zien is en schaduwen die alleen maar soms afleiden. Hier zie je ook een afbeelding van eigenlijk gewoon de outline van een kraan, van een product. Soms wil je niet het hele product laten zien, maar alleen maar even de outline ervan. Zeker als het als hulpmiddel of achtergrondillustratie wordt gebruikt voor wat je aan het doen bent. Nou, hier zie je bijvoorbeeld een detail van een matrijs. Dus hier een matrijsdeling met een product erin. Dit is zo'n detail dat je ook heel goed kan tekenen met Illustrator, want je kan die natuurlijk in SolidWorks kan je die op deze manier laten zien. Maar vaak is dat dan toch wel heel vaag. Hier zie je al dat die deels is overgetrokken en dat er allemaal dingetjes bijgezet zijn om te zorgen dat het nog duidelijker wordt. Dit zijn de manieren om technische illustratie te kunnen maken. Natuurlijk is er ook nog zoiets als freeform tekenen. Je kan het ook uit je hoofd doen. Als je zegt van nou, ik wil even snel laten zien hoe iets in elkaar past, dan kan je ook zelf een figuurtje proberen te maken. Dit zal iets meer van je verbeeldingskracht vragen, maar dat kunnen jullie vast als ontwerper. Dan ga ik jullie nu laten zien wat we met een technische illustratie kunnen maken zelf. We beginnen met deze afbeelding. Ik wil deze afbeelding kopiëren op een nieuwe pagina. Dan selecteer ik deze met het zwarte selectiepijltje en zeg ik Ctrl-C. Wat kopiëren betekent, je kan ook een rechtermuisknop doen en dan kan je het ook vinden. Dan zeggen we nieuw, gaan we zeggen technische illustratie. We hebben weer een liggende pagina, wel A4, en dan zeggen we oké. Okay. Dan heb ik hier een blanke pagina en dan doe ik Ctrl-V en dan zie je dat het plaatje tevoorschijn komt. We gaan dit even snel laten zien, omdat hier een handigheidje in zit die je waarschijnlijk heel vaak kan gebruiken als je details van een grotere tekening wil laten zien. We beginnen bij het inzoomen, dan maakt het ons iets makkelijker. En dan zullen we met het pentooltje deze vorm overtrekken. Dit is wat jullie nu al vaker hebben gedaan, dus dit zal niet al te veel moeite kosten. We gaan eerst het productje, de doorsnede van het product, overtrekken. Nou, je ziet dat die vulling weer aanstaat, die zetten we weer even uit. En dan gaan we zo naar beneden. Je ziet dat er ook heel vaak hulplijnen tevoorschijn komen in Illustrator. Dit zorgt ervoor dat dingen ook recht gaan. Dus je ziet hier bijvoorbeeld zie je nu een soort groene lijn ontstaan als je goed kijkt. En dat betekent dat dit punt en dit punt
op de gelijke hoogte zitten. Maak daar gebruik van, want dat zijn gewoon hele handige manieren om iets heel netjes te krijgen. Dan volgen we zo heel die vorm. Nou heb ik iets gedaan. Ik ben begonnen met die tekening. Ervan uitgaan dat ik dat hele ding helemaal ging overtrekken. Ik heb iets bedacht waardoor dat niet hoeft. Dus we gaan eventjes deselecteren. Doe even escape. Dan laat hij alles los. En dan zie je dat hier nu een lijn staat die ik eigenlijk niet wil. Klik ik er even naast. Dan deselecteert hij het geheel. En dan pak ik het witte pijltje. Klik ik op de lijn die ik niet wil en dan druk ik op backspace en dan zal die alleen dat lijntje verwijderen wat ik niet wil. Nou, hier zit ook nog een lijntje die ik niet wil. Die zit nu los, die kan ik ook gewoon verwijderen. En dan ga ik even verder met waar ik mee bezig was. Het afmaken van deze vorm. Pak ik gewoon weer de pin tool. Ga ik verder waar ik gebleven was en sluit ik de vorm. Nu heb ik eigenlijk een vormpje. Ik zal hem even voor de helderheid een kleurtje geven, bijvoorbeeld zwart. Nu zie je dat hij helemaal opgevuld zit. We beginnen met dit onderdeeltje te spiegelen. Klikken we hierop en dan zeggen we Ctrl-C, Ctrl-V. Dan hebben we deze gekopieerd. Dan zullen we hier naar het reflectietooltje gaan. Die zit onder de rotate tool. Dus misschien staat de rotate tool voor, dan moet je even op die andere klikken. Dan doe je daar dubbelklik op, terwijl dat het tooltje of het onderdeel eigenlijk nog steeds geselecteerd is. En dan zeggen we verticaal spiegelen. Nou, hij staat nu op 90 graden, dat is in dit geval goed. En dan zeg je oké. Okay. En dan zie je dat je gewoon hetzelfde onderdeeltje gespiegeld hebt. En kun je deze neerzetten op dezelfde plek. We houden het even simpel voor nu. We gaan deze twee helften nog even tekenen. Ik neem gewoon alle ruimte en zeg, ik wil deze matrijshelft scheiden van de andere. Dus wat hier roze en blauw is, ga ik van elkaar scheiden. Ik neem wat ruimte. Want dat komt goed van pas met wat ik jullie straks wil laten zien. Ik gebruik die hulplijnen, die groene hulplijnen die tevoorschijn komen, te zorgen dat alles recht zit. En ik sluit de vorm. Kan ik die gelijk een kleurtje geven, bijvoorbeeld blauw. En ik zet de lijn zet ik uit. Nou, dat wil ik natuurlijk ook aan de andere kant. Het roze gedeelte. Daar hoef ik dan op zich minder aan te doen. Daar kan ik gewoon ook een blok voor tekenen. Gewoon op deze manier. Maak ik deze roze. Maakt niet zo heel erg veel uit of die kleuren nou precies overeen komen met wat het was. Maar ik maak ze even licht. Het blauwe moet voor. Bring forward. En dan kunnen we deze zo op elkaar zetten. Dan wil ik dat deze dingen naar de achtergrond verdwijnen. Zet to the back. Dan zet ik ook het plaatje dat we van internet hebben. Zet ik even weg. En dan zie je dat deze, dat het onderdeel even iets meer op zijn plek moet gezet worden. Maar dan heb je hem eigenlijk al, hè? Dus zo zie je dat je heel snel eigenlijk hetgene wat hiernaast staat over kan trekken. Nou, ik laat even de rest van de details voor wat het is. Omdat ik het volgende wil laten zien. Ik haal deze ook even weg, delete. Ik ga het geheel wat hier staat groeperen. Dan zeg ik Ctrl-A. Ctrl-A. En dan rechtermuisknop en dan zeg ik Group.
Dan wordt het een groep en als ik hier dan op klik, zie je dat het als één ding beweegt. Nou wil ik hier een detail van maken. Dit is wat ik jullie even wilde laten zien. Klik op het vierkante rectangle tool en dan zie je de ellipse tool tevoorschijn komen. Dan kan ik hier een heel mooi rondje omheen tekenen. Dan zeg ik shift ingedrukt houden, want dan gaat hij ook op een nette manier rond worden. En dan zet ik deze hier op. Nou, je ziet dat mijn cirkel eigenlijk net iets te groot is voor de kleuren. Dus die ga ik even aanpassen. Moet ik even op de rest weer gaan staan. Zeg ik Shift-Control groep. En dan gaat hij degroeperen. Je kan ook de rechtermuisknop gebruiken en dan kan je ook degroeperen gebruiken. En met het zwarte pijltje trek ik deze groter. Dat moet ik dan wel goed doen. Je ziet dat hij het hele vormpje wegtrekt. Dat is niet de bedoeling. Dus dan gaan we even kijken of we dat met het witte pijltje voor elkaar krijgen. Dat is eigenlijk het manipulatietooltje. Nu zie je dat ik hem wel heel makkelijk verder getrokken krijg. Dan gaan we hetzelfde trucje eigenlijk toepassen als wat we ook met het Apple logo hebben gedaan. Is wel weer handig als we alles weer groeperen. Dus ik zeg alles selecteren. Ik hou shift ingedrukt, want de cirkel moet niet mee geselecteerd worden. Rechtermuisknop en dan zeg ik group. Dan zorg ik wel dat ik alles selecteer. Zorg dat de cirkel bovenop staat. En zeg ik make clipping mask. Wat je dan ziet is dat je een heel netjes detail hebt. Waar je bijvoorbeeld ook nog een cirkel omheen zou kunnen zetten. Maak even een cirkel. Daar wil ik alleen de lijn van laten zien. Die wil ik helemaal netjes om de cirkel heen. Shift ingedrukt houden en zorgen dat die in proportie goed eromheen zit. Misschien nog even met de pijltjes op je toetsenbord hem goed neerzetten. En dan heb ik een lijntje eromheen. Deze lijn vind ik wel wat dun, dus die wil ik dikker hebben. Dan ga ik hier naar stroke. Dan kan ik hier zetten het aantal punten van de stroke. En dan kan ik hem zo opklikken. En dan zie je dat er een mooie grote lijn, dikkere lijn om het figuur heen komt. Nou, wat mij betreft is dit één plaatje, dus dan ga ik deze ook weer groeperen. Dan zeg ik groep. Dan maak ik hem even kleiner, want ik wil jullie laten zien wat we daar dan mee kunnen doen. Stel je voor, dit is een klein detail uit de matrijs. En de matrijs wil ik hier ook laten zien. Dan ga ik eventjes, pak ik even de render erbij van de matrijs die al in de map staat. Nou, stel je voor, hè, je hebt een mooie render gemaakt en die plaats je op een poster. En je zegt, maar ik wil hier een detail van laten zien. Maar dat detail is te klein als ik dat in de matrijs laat zien. Nou, hier zie je dat het detail vergroot is. En dat staat eigenlijk in een soort loop. En wat je dan zou kunnen doen, is een steeltje aan het rondje maken en zeggen, hier zit dat detail. En op deze manier zou je allerlei details van een grotere render, waar je dat niet in kunt zien, duidelijk kunnen maken. Dit is een manier om met technische illustraties om te gaan in Illustrator.